Dan ben je dus een paar dagen eventjes erop uit, dan ben je eventjes weg en er komen gelijk al Planet Coaster nieuws. Hoe geweldig is dat? Dames en heren, welkom bij deze nieuwe video. Er is wat heel bijzonders gebeurd, namelijk een nieuwe video op het kanaal van Planet Coaster. Een nieuwe video met daarin beelden van de nieuwe uitbreiding die 16 april uitkomt, namelijk de Classic Rides. 9 verschillende attracties, waaronder 1 gratis achtbaan. Ik weet niet of die gratis achtbaan bij die 9 attracties zitten, of dat het dan de 10e attractie is. Ik hoop het laatste en ik denk ook het laatste. Dat je gewoon gratis een achtbaan krijgt, omdat ze dus een samenwerking hebben met Cedar Point, geloof ik. Ik weet niet precies hoe dat zit, maar ze hebben een samenwerking en daardoor hebben ze een achtbaan nagemaakt uit dat park wat lijkt op een soort auto. We moeten dus eigenlijk gaan wachten op die nieuwe uitbreiding. Er komen dus verschillende classic rides. Ja, wat moeten we verwachten van classic rides? Ik denk dat die soort van spiraalglijbaan die we kennen uit Rollercoaster Tycoon 1, 2 en 3, dat die terugkomt. En dat we misschien wel hele bijzondere klassieke attracties moeten verwachten. Misschien nog wel een hele... Ja, ik denk niet echt een ouderwetse draaimolen. Het zou nog best kunnen, maar dan heb je dadelijk 3 verschillende draaimolens. Dat is ook niet echt de bedoeling. Ik weet het niet. Ik laat gewoon aan jullie het even over. Wat denken jullie? Wat verschijnt onder de Classic Rides? Dus welke attractie hoop jij of verwacht jij in de nieuwe uitbreiding van Planet Coaster? Laat het weten in de comments. Maar om even terug te komen op de nieuwe video die vandaag is uitgekomen. Deze nieuwe attractie, en jullie weten allemaal waar die op lijkt. Want ik weet dat de makers van Planet Coaster een tripje hebben gedaan langs verschillende pretparken. En dat ze ook research hebben gedaan in de Efteling. Dus het is heel toevallig dat deze inderdaad lijkt op de pagode. Dus verwacht deze attractie alvast in de nieuwe Classic Rides. Dus dat is al heel bijzonder. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze kleine aankondigingsvideo. Ik ben de komende tijd best wel druk. Dus vandaar dat ik eigenlijk geen tijd meer had om Planet Coaster op te nemen. Maar dat komt allemaal goed. Ik maak gewoon allemaal andere Planet Coaster video's. Gewoon even tussendoor, toch? Tot de volgende keer. Doeg!